De Ronde van Frankrijk van 1998 gaat gebukt onder de Festina-affaire. Het EPO-schandaal houdt de Tour in zijn greep. Sportief gezien lijkt de Duitser Jan Ullrich af te stevenen op zijn tweede eindzege. En toch zou een klimmer de Tour alsnog op zijn kop zetten en de extra sportieve ellende even doen vergeten. De 15e rit brengt het peloton van Grenoble naar Les Deux-Alpes. De 147 renners wacht 189 kilometer, 4 Alpenbeklimmingen en de ergst denkbare weersomstandigheden. Vandaag belooft het een bloedhete dag te worden in de Alpen. Dat was in 1998 tijdens de Ronde van Frankrijk niet zo. In de 15e rit spookte het echt in de Alpen. Er was hier een kopgroep van 6 renners die hier voorbij kwam aan de Col du Télégraphe. Daarbij bergkoning Massi en onze Peter Farazijn. Het peloton volgde op 3 minuten. Maar het spektakel, het vuurwerk zou gaan beginnen. Een beetje verder, na de afdaling, Valoir, Col du Galibier, 18 kilometer, spektakel. And now, as we move on towards the Col de Galibier, conditions haven't changed at all here. Adolfo Massi has picked up both climbs of the Col de Coylefer and the Col du Télégraphe. The conditions here on the Galibier are quite atrocious now. We're going up to the highest point of this year's Tour de France, and Pantani isn't going to wait. We're a long way from the top and a long way from the finish here, and nobody's reacted. I make it 11 kilometres to go to the summit here, Phil, and Pantani has not waited. In fact, he's looking over his shoulder to see if there's any reaction behind, and it's coming from Luc Leblanc. It looks as if Luc Leblanc is in serious difficulty. Well, he's tried to go across to Pantani, but I don't think he's going to even get onto him here. But from the top of the Galibier, Phil, there's 45 kilometres to go to the finish. That's an awful long way to go. Op de flanken van de Col du Galibier, een col buiten categorie, was uiteraard ook zo in de Ronde van Frankrijk van 1998, was de absolute scherprechter. We staan op 5 kilometer van de top, bij het monumentje voor Marco Pantani. Waarom? Omdat hij 500 meter eerder zijn demarrage inzette. Daar besliste Marco Pantani de Tour. Hij demareerde, niemand die hem volgen kon, ook niet Luc Leblanc die nog probeerde. Ullrich was helemaal geplafonneerd. En hij ging op zoek naar de vroege vluchters en naar de ultieme triomf, de gele trui. What a move by Pantani there. He's going to pick up Christophe Renera, who was away at the bottom of this climb now, and I'm sure he will go straight by him. This is a serious move today by Marco Pantani. Remember, just over 3 minutes behind overall at the start of this stage. He's no longer looking for stage wins, Paul. He certainly isn't. He's trying to blow the Tour de France apart this afternoon. Meter boven de zeespiegel, de top van de Col du Galibier. Marco Pantani bereikt deze col en heeft 2 minuten 40 seconden voorsprong op gele truidrager Jan Ullrich. Nu, Ullrich die had 3 minuten voorsprong op Pantani in het klassement, dus die gele trui is wel degelijk in het gevaar. Er is nog 40 kilometer te gaan tot de top van Les Deux-Alpes. Het zijn nog altijd miserabele weersomstandigheden, vandaar dat Pantani hier op de top een jasje krijgt van een verzorger. Hij trekt het aan, maar het fladdert en het wappert. Het houdt hem allemaal niet tegen. Pantani ramt door, knalt richting de voet van Les Deux-Alpes. En Ullrich wacht nog een lange lijdensweg. Slope of the Deux-Alpes already, Marco Pantani has started to climb up towards the finish. Well, we are going to struggle to bring you the pictures now, but that is the time gap, I presume, back to the Jan Ullrich group, and that is 4 minutes, which puts Pantani in the yellow jersey now, and already Ullrich is out of it. What an amazing tour this is turning out to be, and we're still being run off at record speed. But the drama further back, Phil, is Jan Ullrich cannot get into a rhythm, and in fact he's losing time on the Bobby Julich group, and still he has nobody to help him. It appeared initially he was coming back, but he looks to me as though he's not just cracked physically, he's cracked mentally here. and the way he's dropped back now, he's a very lonely rider indeed. Nobody around to help him, and his Tour de France could be running away from him, and I never thought we'd say that this year. Voilà, ik ben gearriveerd in Les Deux-Alpes, skioord in de Alpen. Mijn eindstation was ook Marco Pantani's eindstation in de Ronde van Frankrijk 1998 na zijn legendarische rit. Even recapituleren. Marco Pantani demareerde op de Col du Galibier en hij diepte alleen maar zijn voorsprong uit op gele truidrager Jan Ullrich. We wachten hem nog de lange vallei op de afdaling van de Lotaret tot de voet van deze klim naar dit skioord, tot Les Deux-Alpes. Zijn laatste vluchtgezellen gooide Pantani af in de eerste bocht. De laatste was de Spanjaard Fernando Escartin. Iedereen paste, Pantani stoomde door naar de top en won. Jan Ullrich die verloor die dag zomaar eventjes 9 minuten. De Tour was verloren voor de Duitser. Marco Pantani was de eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk. Standerdaags kopt de Franse sportkrant L'équipe: C'est un géant. Het is een reus. De reus onder de klimmers had de Alpenreuzen getemd en hij had de Ronde van Frankrijk ook gered.